belangrijkste om te kunnen hockey is je hockeystick. Dat is deze, echt een topstick. Ik heb hem speciaal samen met Brouwer ontworpen. Daar zit best wel wat tijd in. Het is een stick met het gewicht onderin. Dus de haak is iets wat dikker dan de meeste mensen hoogstwaarschijnlijk fijn vinden. En het mooie is dat deze stick heel geschikt is voor de basistechnieken. Dus dan bedoel ik het stoppen, het slaan, flatsen. Eigenlijk de basistechniek kan je met deze stick enorm goed uitvoeren. En dat is eigenlijk ook wat mijn kracht is in het spel. Het is een stick die ook niet echt een kromming heeft onderin. Dus dan hebben we het vaak over de lobo voor vers koepen of slepen. Dat is deze stick niet. Deze stick is bijna kaarsrecht, om het zo maar te zeggen. Dat zorgt er eigenlijk voor dat als je een bal slaat, dat hij over het algemeen vlak blijft. En dat je niet heel ver kan scoopen zoals sommige spelers met een kromming in de stick wel kunnen. De stick is van 100% carbon. Dus een enorme stijve stick. En wat erg prettig is als je hard wil slaan, dan helpt deze stick gewoon heel erg mee. Ik heb zelf altijd, zoals je ziet, een tape hieronder. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet exact waarom ik dat heb. Maar ik heb het gewoon altijd vanaf jongs af aan in mijn systeem gehad. Toen ik mijn stick altijd kreeg van mijn ouders. Tapte mijn vader altijd hier een stukje tape omheen. En dat is sindsdien eigenlijk altijd zo gebleven. Ik zeg nu vaak gewoon dat het is om voor het stoppen. En dat het iets een zachtere touch geeft dan dit materiaal. Maar eigenlijk is dat puur iets mentaals, zit het in mijn hoofd. Het enige dat misschien nog wat mee kan helpen is bij het stoppen van de strafcorner. Dat doe ik natuurlijk veel en dan is het soms prettig om een wat zachtere touch hier te hebben. Maar voor de rest is het eigenlijk functieloos, maar ik vind het wel grappig dat ik het toch iedere keer als ik een nieuwe stick pak, doe ik het er gewoon op. Ik ben heel erg blij met Brabo als sponsor. Ik denk dat ze mij enorm helpen met voorzien in goed materiaal, goede spullen. Dat is altijd een van de belangrijkste dingen. Als je gewoon wil presteren op het veld, dan moet het natuurlijk wel je materiaal op orde zijn. Brabo helpt me daar super goed bij. Inmiddels bijna 2 jaar aan het samenwerken met elkaar. Bevalt enorm goed. Kwaliteit is gewoon super hoog. Dus ja, ik kan er eigenlijk alleen maar positief over praten. Ik ben er heel blij mee en ik hoop dat we dat nog jaren vol kunnen houden. Ja, ik denk dat voor zich spreekt dat ik enorm uitkijk naar het WK. Ik denk dat we sinds de Olympische Spelen aan een mooie traject bezig zijn met de nieuwe groep. De Pro League gewonnen, wat een goed signaal is dat je goed bezig bent. Maar ik denk ook niet dat we daar al te veel waarde aan moeten hechten. We zijn een gretig team, een fris team, positief ingesteld team, wat absoluut een heel goed WK kan gaan spelen. Sommige landen zijn qua ervaring denk ik wel wat verder dan wij. Spelen al langer met elkaar, hebben al meerdere toernooien met elkaar gespeeld en zelfs gewonnen als we bijvoorbeeld kijken naar België, naar Australië. Maar ik denk wel dat wij echt goed kunnen gaan spelen en mooie dingen kunnen laten zien. En uiteindelijk komt het er gewoon op aan dat je in de knock-out wedstrijden piekt. Pieken op het juiste moment, daar draait het om. Dat wordt gewoon cruciaal. Dus we kunnen een heel leuk toernooi spelen. En als je niet thuis geeft in de kwart, halve finale of mogelijk finale, dan blijft er uiteindelijk niet zo heel veel over. Dus dat is uiteindelijk de uitdaging de komende tijd om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het heel mooi is dat het in India gehouden wordt. Een hockeygek land. Ik ben er al best wel vaak geweest en het hockey leeft daar enorm. Ze bouwen nu ook weer een schitterend mooi stadion in Roerkela. Speciaal voor het toernooi. Dus ik denk dat echt schitterend is. Hopelijk wordt het ook mooi in beeld gebracht allemaal in Nederland. Dat het ook gaat leven bij hockey in Nederland. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in. Uiteindelijk hebben we ook dit toernooi. De aankomende WK. Ik geloof 9 jongens die voor het eerste groot toernooi gaan spelen. Dus dat wordt ook denk ik een hele mooie uitdaging. Voor heel veel jongens is het nieuw. Gaan toernooiervaring opdoen. Dus ik denk belangrijk om die ervaring ook op te doen. En dat we vanuit daaruit weer door kunnen groeien richting de Olympische Spelen in Parijs.